Sinds het begin van de coronacrisis werd in Leiderdorp het balkonbewegen georganiseerd. Maar liefst 80 woensdagen lang werden verschillende seniorenflats bezocht en werd er met elkaar bewogen. Dit succesvolle initiatief leidde zelfs tot de Nationale Balkonbeweegdag, maar in Leiderdorp is nu het doek gevallen. Het geld is op en nieuwe geldschieters zijn nog niet gevonden. Nou, dat vind ik heel erg verdrietig en ik merk ook dat mensen verdrietig zijn. Dat is echt een hele dag afscheid nemen. En dan met de overtuiging, tenminste, ik zeg heel overtuigend tegen alle mensen, we komen terug. En daar gaan we ons best voor doen. Het is zo heerlijk om te doen. We komen er allemaal voor naar buiten. En weer of geen weer, alleen als het glad is niet. Maar het is zo'n ook sociaal gebeuren. Hè? Je kijkt al naar de tijd of Nathalie aankomt. En dan staan we al even met elkaar te praten. Nu dan 1,5 meter afstand. Maar het is voor ons een gouden momenten. Dus we zullen het missen deze tijd. We zouden het vreselijk vinden als het echt nooit meer doorgaat. Hoe je daar nou weer een oplossing voor kan vinden. Hè? Ze staan gewoon te wachten tot ik kom elke woensdag weer om 12 uur. Ik ben er meestal zo 5 over 12, 10 over 12. Ik kom eens even gelijk een praatje doen. En ja, gaan we al beginnen. En, dus ik ben toch bang dat dat nu voor hun toch ook weer stopt. Ze hebben minder contact met elkaar. En het wordt nu sowieso ook weer kouder. En mensen blijven meer binnen in deze tijd. En ik vind het gewoon sowieso heel belangrijk dat de mensen in beweging blijven. En zelf doen ze het toch wat minder. Ze vinden het moeilijker om het alleen te doen. En dan kijken ze gewoon echt naar die 1 keer in de week. Ook al is het maar 1/2 uurtje. Ze kijken er gewoon echt naar uit. Dus het had leuk geweest als we nog even door hadden kunnen gaan. Wij hebben om een jaar lang met balkonbewegen op 4 locaties te verschijnen. Dus even voor de duidelijkheid. De vrijwilligers kosten niets. Het gaat enkel maar om de sportlerares die vergoed moet worden. Is €4680 voor een volledig jaar. Dus het gaat niet om veel geld. Maar stop is een stop. Kijk, het is iets zoals je hier ziet. Het is begonnen vanuit een coronaprobleem. Dat we met de clubhuizen dicht moesten. En we zijn de mensen toegegaan. Maar we zijn er pas later achter gekomen dat er veel meer als alleen bewegen is. Het zit nu in het systeem bij de mensen. Woensdagochtend hebben ze vrij gehouden voor balkonbewegen. Dus ze worden er fysiek beter van. Het heeft heel veel sociale contact opgeleverd. Ze komen bij elkaar voor een kopje koffie. Er worden soms mensen verzorgd omdat ze ziek zijn met een kopje soep. Dat zijn dingen die wij van vroeger allemaal herkenden. En die ook bij deze groep mensen wel bekend zijn, maar weer aangewakkerd zijn. En nu wordt het een gebrek als we weggaan. Dus ik heb zo'n beetje het idee dat naast de zorg die gebracht wordt in huis, kousen aantrekken, noem maar een paar dingen op, dat er ook een soort sociale en beweegvorm kan komen aan de deur, zoals hier.